بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag gaan we het hebben over een speciale sahabi. En heel erg onbekend bij de mensen. Zelfs voor mij, ik heb hem heel kort voor Ramadan leren kennen, subhanallah. En ik dacht, dit moet ik delen. Het gaat om een persoon die tijdens het leven van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heel erg jong was. Was een klein kind. Maar hij heeft wel de profeet gezien. En hij samen met zijn ouders, hij was wel een moslim. Dat betekent dat dit wel bij de sahaba wordt geteld. Want de voorwaarden voor een sahabi zijn twee dingen. Ten eerste, je moet moslim zijn. En ten tweede, je moet de profeet hebben gezien. Anders ben je geen sahabi of sahabiya. Dus deze persoon was een hele jonge jongen in de tijd van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En het belang van zijn verhaal is na de dood van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij heeft deze opvoeding toen hij klein was meegekregen en hij heeft het toegepast toen hij volwassen werd. Het gaat om Al-Munayzir Al-Ifriqi. En we komen straks bij zijn achternaam, waarom die zo heet. Al-Munayzir radiyallahu anhu. Hij werd ouder toen hij volwassen werd na de dood van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En dit is eigenlijk het enige wat over hem bekend is. Hij heeft meegedaan met de moslims richting Afrika. Hij ging mee met de troepen naar Noord-Afrika. En om precies te zijn, hij kwam terecht samen met Abu Lubaba, als jullie het nog weten. En samen met een andere sahabi, ben zijn naam kwijt in ieder geval. Verschillende sahaba gingen richting Afrika, Noord-Afrika. Waaronder Munayzir. Was nog een jonge man van 25, 30 jaar misschien. En uiteindelijk kwamen ze terecht in Ifriqiya. Ifriqiya is niet het continent Afrika. Maar toen werd Ifriqiya specifiek genoemd het oosten van Noord-Afrika. Dat is Tunis. Dus het oosten van Noord-Afrika, dat werd Ifriqiya genoemd. En daarin, dat was de hoofdlocatie van de moslims voor de verdere expansie, zeg maar. En Al-Munayzir heeft daar geleefd. Meer dan 30 of misschien zelfs 40 jaar heeft hij daar geleefd. En zo werd hij bekend onder de naam Al-Munayzir Al-Ifriqi. Omdat hij daar zijn verblijf was in Ifriqiya. Subhanallah. En hij was daar een bron van de islam voor de mensen daar. Iedereen die op zoek was naar kennis. Hey, er is een sahabi die met de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft geleefd. Ga naar hem toe, ga van hem leren. En mensen gingen naar Al-Munayzir om van hem te leren. En dan zijn locatie was dus in Ifriqiya. En subhanallah, nadat Al-Munayzir daar heel wat jaren heeft geleefd. En de islam was langzaam aan het verspreiden en aan het verspreiden. En er werd geroepen om de expansie verder uit te zetten. Richting het westen van Noord-Afrika. Dus eigenlijk richting Algerije en Marokko. En inderdaad, Al-Munayzir was niet iemand die lui was of die zich terugtrok. Maar hij vertrok mee. En hij ging samen met de grote leider Musa ibn Nusayr. Rahimahullah. Was geen sahabi. En Tariq ibn Ziyad, voor degenen die hem kennen, was geen sahabi. Maar in hun leger was Al-Munayzir Al-Ifriqi. Hij zat erbij. En daarom had hun leger al-baraka van de vriendschap van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij heeft dus meegedaan. En ze kwamen verder tot het westen van Afrika, tot de Atlantische Oceaan. Om daar de islam te verspreiden. Misschien denken we, ja, leger, islam verspreiden, hoe zit dat? Dat kan toch niet? Het is allemaal met de zwaard, allemaal met het gevecht, allemaal met het vermoorden. Dat lijkt zo. Maar die zwaard was er voor wie de zwaard optilde. En de andere mensen, het bewijs is dat wij moslim zijn, inclusief mij. Het bewijs dat wij moslim zijn, is het bewijs van de goede niyya van die sahaba en van die mensen. Als het om afslachten ging, dan waren wij nu niet moslim. Alle Marokkanen zouden nu niet moslim zijn. Als zij het met het vermoorden en zwaard deden, dan waren wij totaal geen moslim de dag van vandaag. Maar wij zijn moslim omdat onze voorouders de islam in hun wortels hebben genomen. Zij zijn geïntegreerd in de islam. De islam is onderdeel van hun identiteit geworden.
Ze hebben de islam niet gezien als iemand die van buitenaf kwam om ons over te nemen. Integendeel. Toen de bewoners van deze streken de islam op de juiste manier hebben begrepen en geleerd, is de islam onderdeel van hun cultuur geworden. En dat zien wij de dag van vandaag. Alhamdulillah. Alhamdulillah voor deze ni'mah. Ik ben deze mensen heel erg dankbaar. Want zonder hun had ik dit nu niet. Zonder hun kende ik geen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1400 jaar geleden is dit gebeurd. En wij hebben nog nut van die. Wij zien de vruchten daarvan nog steeds de dag van vandaag. Alhamdulillah. Mocht Allah hun belonen. En mocht Allah ons helpen om dit voor te zetten, inshallah. En wat heeft al-Munayder nog meer gedaan? In het jaar 92 Hijri. 92 jaar na de dood van de, na de hijra van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat is 82 jaar na de dood van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kwam er een groep mensen vanuit een onbekend land. Die hebben de zee overgestoken naar Tanja. En die kwamen uit Al-Andalus. Het waren Europeanen. De Visigoten. Er kwam een groepje naar Tanja. En ze zochten Tariq ibn Ziyad op. Waarom? Zij zeiden tegen Tariq: wij zijn de kinderen van een koning in Al-Andalus. Maar onze vader is overleden. En een andere persoon heeft een coup gepleegd. Hij heeft de macht overgenomen. En hij heeft ons van, het, van de macht weg afgestoten. Wij willen onze macht terug. Wij willen onze rijkdom terug, zeggen ze. Wij hebben, grond, heel veel grond, die hij van ons heeft afgepakt. Dat is van onze vader, wij willen die terug. Wij vragen jullie om hulp, omdat wij hebben gezien dat jullie, jullie volk, moslims, jullie zijn eerlijk en jullie zijn sterk en jullie kunnen ons helpen. Wij vragen van jullie om ons van deze verschrikkelijke koning af te helpen, want hij heeft de macht van onze vaders afgepakt. En als jullie ons helpen om onze rijkdom terug te nemen, dan mogen jullie de rest, dat boeit ons niet. Wij willen alleen onze geld en ons bezit en onze, meer niet. We hoeven niet meer terug de macht over te nemen. Dus als jullie dat voor ons regelen, mogen jullie de rest hebben. Mogen jullie zelf weten wat jullie doen. Zo, dat was een hele positieve aanbod. En Tariq ibn Ziyad vroeg het aan zijn generaal. En dat was Musa ibn Nusayr. Wat zullen we doen? Zullen we naar dit onbekend land gaan of niet? En Musa ibn Nusayr nam niet zomaar een beslissing. Hij ging terug naar al-Khalifa. Hij stuurde een bericht naar al-Khalifa. En die was helemaal in Dimashq. In Damascus. En die stuurde naar hun in Noord-Afrika het bericht van ala barakatillah. Als jullie zien dat het veilig is, mogen jullie het proberen. En in deze periode was al-Munayder al een bejaarde man geworden. Van 80, 90 jaar. Een hele oude man. En inderdaad, Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, heeft een man gestuurd om een kijkje te nemen. Een kijkje te nemen aan de overkant van de zee. Vanuit Tanja konden ze de overkant zien. Dus hij stuurde Tarif ibn Malik, rahimahullah, naar de overkant. En Tarif kwam aan op een plekje, in zijn eentje met misschien 5, 6, 10 mensen max. Heel klein groepje, om te kijken of het veilig was voor de moslims om de oversteek te doen. En Tarif kwam aan op een plekje dat de dag van vandaag Tarifa heet. In het Spaans Tarifa, in het Nederlands Engels Tarifa, maar het is genoemd naar Tarif ibn Malik, rahimahullah. Degene die als eerste voet heeft gezet in Al-Andalus. En daar heeft hij gekeken, is het veilig om de oversteek te doen? Kunnen wij ergens onze kampen slaan? En hij kwam terug naar Tariq ibn Ziyad met het goede nieuws van, wij kunnen alvast beginnen. Wij kunnen de oversteek doen. En zoals we weten, de intentie was, omdat zij om hulp werden gevraagd van een onrechtvaardige koning. Dat was één. Want de dag van vandaag wordt er vaak gezegd, de bezetting van Al-Andalus, in plaats van de opening van Al-Andalus, noemen ze het de bezetting van Al-Andalus door de Arabieren. En trouwens, het waren niet Arabieren. Een heel klein gedeelte waren Arabieren. Tariq ibn Ziyad was geen Arabier. Musa ibn Nusayr was geen Arabier. En al die andere mensen die met hun mee waren, meer dan de helft was geen Arabier. Het waren allemaal Noord-Afrikanen. Het waren allemaal de stammen van daar. Subhanallah. Maar wat heeft ze verenigd? Al-Islam heeft ze verenigd. Dat is onze trots. Onze trots is niet onze afkomst. Onze trots is al-Islam. Dat is wat ons heeft verenigd. En de baraka
van de enige sahabi die bij hem was, Al-Munayyidhir al-Ifriqi, zat erbij. En waarom heb ik dit verhaal vandaag gekozen? Omdat dit gebeurde op 28 Ramadan. Subhanallah. Op 28 Ramadan, de dag van vandaag, zo op die dag vertrokken deze mensen, deze geweldige helden, naar de overkant om de islam te verspreiden. En inderdaad, ze kwamen aan op dit nieuwe gebied. Moet je jullie voorstellen, 28 Ramadan, over 2 of 3 dagen is het al-Eid. Dus deze mensen hebben al-Eid gevierd, ver van hun eigen families. Ze hebben al-Eid gevierd in een onbekend land. Ze hebben al-Eid gevierd in Al-Andalus. Onze erfgoed. Dat hoort bij ons. Wie de dag van vandaag reist met de auto naar Marokko of naar Spanje zelf. En die kijkt en die rijdt langs en kijkt naar de landschap. Hij kijkt naar de gebouwen. Hij kijkt naar de namen van de steden. Hij ziet Córdoba, Granada, Sevilla en dat soort dingen. En hij vergeet dat het was Córdoba, Granada, Ishbilia, Toleitila, Merida, Almeria, Sarkasta, Barcelona. Wie denkt daaraan? Wie denkt aan, oh die Spaanse vlag, rood met geel, dat is van Spanje. Dat was van Beni el-Ahmar. Daar stond twee rode lijnen met geel in het midden en daar stond in het Arabisch, La ghaliba illallah. En de Spanjaarden hebben dat overgenomen en hebben daar een kruis op geplaatst. Of het teken dat daar nu staat. Spanje, Al-Andalus, is van ons, hoort bij ons, is onze erfgoed. Dat hoort bij ons. Als wij daar naartoe gaan. Ik zeg nu niet, we gaan het nu overnemen. Dat bedoel ik niet. Voordat... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ik bedoel daarmee. Als je naar Al-Andalus gaat. Als je naar Spanje gaat. Kijk niet met het oog van vandaag. Kijk met het oog van het islam. Daar was de vrijheid in die tijd. Vergeleken met de andere streken. Daar was de wetenschap. Vergeleken met de andere streken in die tijd. Daar was de vrijheid van godsdienst. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Tariq ibn Ziyad en zijn vrienden hebben geen één persoon verplicht om moslim te worden. Wallahi, niemand werd verplicht om moslim te worden. Het bewijs is dat in die tijd, je kan het opzoeken, er waren kerken, synagogen, christenen, van buitenaf, die kwamen naar Al-Andalus om te leren. En niet iedereen heeft de islam aangenomen. Maar, doordat de islam daar was, was die vrijheid er. De Joden werden in Frankrijk en in Engeland en in Nederland en in Duitsland allemaal onderdrukt. En in Al-Andalus werden ze niet onderdrukt. De christenen konden vrij leven in Al-Andalus. Ze konden hun eigen godsdienst gewoon belijden. Hun kerken waren daar, naast de moskeeën, tussen de moslims. En er was volledige vrijheid. Dat is het goede voorbeeld van Al-Islam. En dat was dankzij al-baraka van de voeten van al-Munayyidhir die mee heeft gedaan aan deze opening. Subhanallah. Wadhkuru fathan bi Mekka. بعد صبر وانتظار طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار. Het allereerste gevecht van Tariq ibn Ziyad was in Wadi Lekka. En dat heet de dag van vandaag Guadalete. In de buurt van, dichtbij Portugal. En heel dichtbij het zuiden van Spanje. Dat meer was een groot meer en dat heette Guadalete. Daar kwamen twee legers bij elkaar. Het leger van Tariq ibn Ziyad samen met al-Munayyidhir die bij hem zat. En het leger van Lodewijk, de koning van Al-Andalus in die tijd. Degene die de macht heeft afgepakt van de mensen die er recht op hadden. En nadat hij daar had verloren, gingen ze terug naar hun hoofdstad en iemand ging schreeuwen in de stad. O mensen, er is een schepping gekomen. Kun je je voorstellen, hij zegt, hij weet niet wat het is. Er is een schepping gekomen, wij weten niet. Ahum min ahlil ardi en min ahlil sama. We weten niet of het mensen zijn van de aarde of mensen uit de hemel. Of het wezens zijn uit de hemel. Ze zijn heel anders. Ze zijn netjes. Ze zijn eerlijk. Ze zien er sterk uit. Ze zien er moedig uit. We weten niet of dit nou mensen zijn of aliens. Het hele aparte schepping. Dat kwam door hoe zij de uitstraling die zij hadden. De uitstraling waren sterke mensen. Moedige mensen. Eerlijke mensen. Betrouwbare mensen. Zo zagen ze eruit. En zo hebben zij de islam naar Al-Andalus kunnen brengen. Omdat zij met deze akhlaq vertrokken. Weten jullie hoe snel dit gebeurde? Het hele gebied van Portugal en Spanje is onder de islamitische rijk gekomen binnen 3 jaar. Van 92 hijri, 28 Ramadan, 92 hijri, tot en met 95, het jaar 95 hijri.
Subhanallah. In 3 jaar, subhanallah, is Tariq ibn Ziyad volledig tot de zuidgrens van Frankrijk gekomen. En dat heeft hij niet gedaan door alleen maar mensen af te maken. Meer dan de helft van de steden, meer dan misschien zelfs 3/4 van de steden, zijn met vrede binnengegaan. Zijn ze met vrede binnengegaan. De mensen accepteerden de islam. De mensen accepteerden deze mensen, de nieuwkomers, om ze de islam te leren. En vervolgens, het belangrijkste is, dat de bewoners van die streken langzaam naar de islam zijn gegaan. Het is niet dat wij Arabieren vanuit Saudi-Arabië, Mekka en Medina hebben geplaatst in Andalus en nu is dat islamitisch land. Nee, zo was het niet. De bewoners, de oorspronkelijke bewoners van die streken hebben de islam overgenomen. En dat kun je terugzien aan hun namen. Overal, elke naam die eindigt met wauw en noon, zoals Ibn Khaldun, Ibn Zaydun, Ibn Sa'dun, dat zijn allemaal Andalusische namen. Allemaal Andalusische namen. En waarschijnlijk zitten er nog mensen in Noord-Afrika, Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië, misschien zelfs Libië, die nog wortels hebben vanuit Al-Andalus. Hun voorouders komen uit Al-Andalus. Maar ze zijn daaruit verjaagd. Dat was het verschil tussen de opening van Al-Andalus en de sluiting, zeg maar, van Al-Andalus. De opening was vol met genade. Iedereen was vrij en iedereen was welkom. Maar het einde van Al-Andalus na 8 eeuwen zijn we eruit geschopt. We hebben niemand eruit geschopt toen wij naar binnen kwamen. En daarna zijn we eruit geschopt. Waarom? Waarom zijn we eruit geschopt? Omdat wij, dus onze voorouders, ze hebben de islam langzamerhand verlaten. Dat was de reden, de allergrootste reden. Er ontstond verraad. Mensen begonnen weer terug te trekken naar hun stam. Nationalisme, haat, hoogmoed, hebzucht voor macht en voor rijkdom. En zo ging Al-Andalus langzamerhand achteruit. Het verschil tussen Al-Baraka, hoe zij met die Baraka naar binnen kwamen samen met Al-Munayzir Al-Ifriqi, die zijn voeten in Al-Andalus heeft staan. Een sahabi van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is helemaal 6000 kilometer verderop terechtgekomen. Subhanallah. En aan het einde komt dat door de slechte akhlaq van ons. Al-Andalus was de eerste plek, de allereerste plek, waarin een moslim hulp zocht bij een niet-moslim tegen zijn moslimbroeder. Dat was de allereerste plek waarin dat gebeurde. Moslims zijn broeders van elkaar, maar ik gun jou niet. Dus bij wie ga ik hulp zoeken? Ik zoek hulp bij de vijand van de islam. Tegen de moslim. Het is niet haram om met een niet-moslim samen te werken of bevriend te zijn. Of nee, dat is niet haram. Maar wat wel niet mag, is als jij met een niet-moslim samenzweert tegen de moslims zelf. Dat is wat niet mag. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. De moslims mogen de kafirin niet bevriend raken tegen de moslims. Samenwerken tegen de moslims. Je mag met ze samenwerken voor andere dingen. Voor het verspreiden van het goede. Voor het opbouwen van iets moois. Daar mag je mee samenwerken. Maar als je daarmee samenwerkt om je eigen moslimbroeder eronder uit te halen, omdat je hem misgunt, dat mag niet. Maar dat is, het gebeurde nooit in de geschiedenis totdat het in Al-Andalus gebeurde. En zo is dat langzaam. Zo konden de vijanden van de islam, hey, ik kan ze tegen elkaar opzetten. Ik kan ze gewoon met elkaar ruzie laten maken. Dat is goed voor mij. Nou, ik steek tussen hun op, dan krijgen ze ruzie en vervolgens neem ik ze allebei over. En zo is dat gebeurd. Subhanallah. La ilaha illallah. De dichter heeft ooit gezegd, al-sha'ir, qala al-sha'ir, a'iduna ummati la tay'asi. A'iduna ummati la tay'asi. O mijn umma, wij zullen terugkeren. Wees niet bang, wees niet wanhopig. O mijn umma, wij zullen terugkeren, wees niet wanhopig. Hoe zullen wij terugkeren? Wij zullen terugkeren met de akhlaq die wij hebben geleerd van de sahaba. Wij zullen terugkeren met het juiste gedrag, met het juiste voorbeeld, met het hoogstellen van onze doelen en niet lui zijn. Beste broeders en zusters, voor wie het nog niet heeft ontdekt, deze reeks van de sahaba, wat was het doel? Het doel was, a'iduna ummati la tay'asi. O mijn umma, wij zullen terugkeren. Wees niet wanhopig, mijn umma. Wij zullen terugkeren. Met het juiste gedrag. Met het hoogstellen van doelen. En dat gaat ons niet lukken als wij alleen maar zoeken naar het chillen. En aan het rusten. En naar het plezier van het leven. Als we alleen maar daarnaar zoeken, beste broeders en zusters, het gaat ons niet lukken. Het gaat ons lukken met het harde werk. Het gaat ons lukken met het hoogstellen van onze doelen. Met het hard werken. Het diploma's behalen. Hoge functies behalen. En
kennis opdoen en onze islam goed begrijpen en goed toepassen. Zowel vaders als moeders, als broers, als zussen, als dochters, als zonen, als ooms, als tantes, opa's, oma's. Iedereen, jong en oud. Wij moeten tussen onze ogen plaatsen, mijn ummah. Mijn ummah gaat weer de wereld leiden. En wallahi, broeders en zusters, ik beloof jullie, het gaat gebeuren. Vandaag, of over 100 jaar, of over 1000 jaar, wallahi, het gaat weer gebeuren. Zoals wij dat vroeger hebben gedaan. De vraag aan jou, broeder, zuster, is, zul jij hieraan meedoen, ja of nee? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين آمين.